Welkom bij dit videoverslag van onze reis naar Amerika. Zijn de nationale parken in het westen van Amerika nu echt zo mooi als dat ze zeggen? We gaan op onderzoek uit en we gaan een kijkje nemen. En we starten in Las Vegas. Ooh, Las Vegas, in a place called Cowboy like me. Ooh, Las Vegas is bekend om zijn strip. De straat waaraan alle grote casino-hotels liggen. Zoals bijvoorbeeld de Venetian, Mirage, New York en Caesars Palace. Een hoop bling-bling, pompeus, supernep, plastic, maar wel indrukwekkend. Als eerste hebben we een kijkje genomen in Caesars Palace. Niet alleen aan de buitenkant, maar ook van binnen zijn de casino's overweldigend. Er wordt van alles gedaan om de gasten te entertainen en om het ze naar het zin te maken. Door naar het volgende casino, de Venetian. Venetië in Amerika, compleet met kanalen en gondels. Hier draait het om in Las Vegas. Casino's en gokken. De strip van Las Vegas bij nacht. Enorme lichtreclames en duizenden lichtjes. Fremont Street heeft boven de straat een 400 meter lang tv-display met meer dan 2 miljoen LED-lampjes waar elk uur een licht- en geluidsshow gegeven wordt. Het Bellagio is wereldberoemd vanwege de fonteinshow. Om al de lichtjes in Las Vegas te laten branden is veel elektriciteit nodig. En de Hooverdam zorgt daarvoor. De stuwdam is 221 meter hoog en sluit de Colorado rivier af, waardoor het 185 kilometer lange en 170 meter diepe Lake Mead is ontstaan. Een leger van 5000 man bouwde in een tijdsbestek van slechts 4 jaar met 2,5 miljoen kubieke meter beton de gigantische dam. De Hooverdam ligt op de grens van twee staten, Arizona en Nevada. Het water van Lake Mead krijgt grote turbines aan die op hun beurt weer zorgen dat er elektriciteit wordt opgewekt. Via de brug gaan we op weg naar onze volgende bestemming. Ja.
Onderweg naar Zion National Park maken we nog een stop bij de Valley of Fire. De Valley of Fire bezit prachtige rotsformaties. Regen en wind hebben gedurende miljoenen jaren de tijd gehad om uit het prachtige roodbruine zandsteen deze mooie vormen te maken. Deze rotsformatie wordt Elephant Rock genoemd. En als je goed kijkt, kan je zien dat deze rotsformatie erg op een olifantenkop, inclusief slurf, lijkt. Op weg naar Zion National Park. Zion National Park is 600 vierkante kilometer groot en de Virgin River heeft miljoenen jaren de tijd gehad om deze prachtige canyon uit te slijten. We vervolgen Highway 9 en verlaten Zion National Park. Bryce Canyon is ondanks zijn naam geen kloof, maar de verweerde kant van Pink Cliffs. Deze roze-rode formatie van het Colorado Plateau is 50 tot 60 miljoen jaar oud. Het gesteente bestaat uit fijnkorrelige, zachte sedimenten, afgewisseld met harde kalksteen en dunne lagen minder erosiegevoelig lei- en zandsteen. Als gevolg van de diverse samenstelling loopt de snelheid van verwering uiteen, waardoor de voor Bryce kenmerkende gevormde punten, torens en naalden tot stand komen. Bryce Canyon, Utah. Zijn we nu miljoenen jaren hebben we hier. Regen en weer en wind hebben hier een fantastisch landschap uitgezeten. Het is echt genoeg om hier te zijn. Bryce Canyon Point in Bryce Canyon. Breathtaking view. This is Wouter Geurtsen reporting. Back to the studio. Rainbow Point, het hoogste punt van Bryce Canyon. Dit is het eind van het toertje van Bryce Canyon.
park zijn vele zandsteenbogen te vinden. Sommige hebben een doorsnede van een meter en andere hebben een doorsnede van vele tientallen meters. Bellenstrop, een 3000 ton zwaar stenen blok dat elk moment van zijn sokken lijkt te kunnen kiepen. Een klim van een half uur voert naar het uitzichtpunt op de Delicate Arch, die als een oeroude triomfboog een eerbetoon is aan de schoonheid van het park. Landscape Arch behoort met een spanwijdte van ongeveer 100 meter tot een van de grootste natuurlijke bogen ter wereld. Helve job, aardig aan het lopen, maar we hebben hem dat toch bereikt. Helemaal top. Monument Valley is een door erosie gevormd natuurwonder en vormt het decor van vele grote speelfilms, onder andere Once Upon a Time in the West uit 1970. Bij het ochtendgloren ziet Monument Valley er fantastisch uit. Met nog een laatste blik op de prachtige rotsformaties vervolgen we onze route. Antilope Canyon is een kloof die in het Lake Powell Navajo Tribal Park ligt en is slechts 120 meter lang en 20 meter diep. Het snelstromende water heeft in de kloof een bijzondere sprookjeswereld gecreëerd in de slechts enkele meters van elkaar gelegen zandstenen banden. Hoe hoger de zon staat en hoe directer het licht in de smalle kloof valt, des te fascinerender wordt het kleurenlichtspel. Deze geeft een prima beeld van hoe een canyon eigenlijk is ontstaan. Donderdag 7 juni zijn we halverwege vakantie binnen ons bij de Grand Canyon. Even de hoogtepunten van de vakantie. Vanaf de canyonrand, op circa 2300 meter boven de zeespiegel, kijken we uit over een ontzagwekkend rijk van geërodeerde gesteentelagen, plateaus, rotsen en canyons, helemaal tot aan de zilvergrijs glanzende Colorado River in de verte. Grand Canyon achter je. De camera is moeilijk om een beeld te vormen van de dimensies. Het is zo gigantisch groot. Je kijkt gewoon naar de overkant. Dan denk je van ja, nou ja, misschien loop je deze wel even naartoe. Maar het is wel 40 tot 60 kilometer verderop. Dus het is echt gigantisch groot.
tijd om even wat te vertellen over de geschiedenis van dit enorm prachtige gebied. Zo'n 65 miljoen jaar geleden schoof de Amerikaanse plaat over de Atlantische of de Pacifische plaat. En zijn er Rocky Mountains ontstaan en is het Colorado Plateau kilometers opgedeeld. Sindsdien is de Colorado River bezig om gigantische de kloof uit te slijpen. En het gevolg daarvan is dus naarmate je dieper in de kloof kijkt, dat je dus dieper in de geschiedenis van de aardlagen kijkt. De onderste aardlagen met een donkere kleur zijn basalt, vulkanisch van oorsprong en zijn 2 miljard tot 1,5 miljard jaar oud. De rode lagen die erboven liggen, de superstructure, die zijn van 1,5 miljard jaar tot 300 miljoen jaar oud. De bovenste laag, de zandsteenlaag, dat zijn de recente lagen, dus die zijn van 300 miljoen jaar tot 65 miljoen jaar oud, totdat het gebied omhoog werd gekrikt en het boven de zeespiegel kwam te liggen. Naarmate je dieper kijkt, kijk je dus dieper terug in de geschiedenis van de aarde tot bijna 2 miljard jaar terug. Gaan we nog even langs bij de Mojave-woestijn. We vinden daar de beroemde Joshua-trees. Deze kunnen 900 jaar oud worden. Californië. We staan op een van de droogste en heetste gebieden van Amerika. Je kunt je niet voorstellen dat met de ijstijd 20.000 jaar geleden was dit Lake Mandy. En stond het water hier ongeveer tot aan die berg. Was dit gewoon een meer. Nu is het helemaal niks. Leeg, droog en heet. Badwater Point. We hebben het dieptepunt van onze vakantie bereikt. We zijn hier op Badwater Point in Death Valley, 282 voet beneden sea level. Dus we zijn hier zo'n 75 meter beneden de zeeniveau. Die op 3000 meter hoogte ligt, komen we het Yosemite National Park binnen. We vinden daar het grootste subalpine weidegebied van de hele Sierra Nevada. Zondag 10 juni, we zijn er over naar het nieuwe beeld van het Yosemite Park. Gisteren kwam de zinderende hitte in de woestijn. Vandaag zitten we in fijn Zwitserland met sneeuw, bergbeekjes. En bomen en wild. Het is schitterend hier. Via de noordelijke route van het park komen we uit bij de officiële ingang van het Yosemite National Park. Oké, Yosemite National Park. Het park heeft 3 tot de hoogste van het land behorende watervallen, waarvan de Bryce of Falls met zijn 189 meter hoogte er één van is. El Capitan,
ruim 2300 meter hoog, een bijna kaarsrechte granieten monoliet met in 1000 meter hoge vrijwel loodrechte wand. Een andere grote waterval is de Yosemite Fall. Even verderop hebben we uitzicht op de 2695 meter hoge halfdoom, het symbool van Yosemite. Het Yosemite National Park herbergt ook een groot aantal zoogdieren en veel plantensoorten. We gaan nu op naar het grote enge bomenbos. We zijn in de Sequoia National Forest bij de General Sherman Tree, de grootste boom ter wereld. Deze boom is in 1950 opgezaagd omdat hij dreigde te gaan vallen. In het midden daar is hij 2200 jaar oud. Nou, dat is het dan. De General Sherman Tree, de grootste boom ter aarde. Hij is op 13 verdiepingen hoog, dus dat is echt niet te geloven. In de omtrek is hij 30 meter, dus hij heeft een doorsnede bij de voet van 10 meter, als ik nog goed kan rekenen. Dus het is de boom met het hoogste volume aan hout ter wereld. Dit is nou 110 meter, 13 verdiepingen hoog. Komen Wouter in Californië. Nou, we zijn thuis. Alleen spellen kunnen ze niet. Heemstede. In de zijkant van de tankauto krijgt onze auto het uiterlijk van de limousine. California, California dreaming. I'm such a winner's day.
komen Wouter op reis in Amerika. De laatste reisdag op weg naar San Francisco. We zitten aan de Pacific Coast Highway. Dat is een van de kusten waar de elephant seals winters komen om kinderen te maken. En in de zomer komen om te vervellen. Ze liggen 6 tot 8 weken op het strand en verliezen dan hun vel in één keer. Een kleine 20 kilometer ten noorden van San Francisco vinden we Muir Woods National Monument. Tada! Komen Wouter in het grote bovenvoort. Dankzij de inspiratie van John Muir en de genereuze gift van de Kent Family zijn wij vandaag de dag in staat om de grote bomen te bewonderen. Een van de attracties van San Francisco zijn de cable cars. En zeker wanneer de wagens door de conducteurs en remmers met vereende krachten worden omgedraaid en daarna opnieuw worden klaargezet voor een volgende rit. Lombard Street is wel de beroemdste straat van San Francisco met een stijgingspercentage van 21%. Lombard Street is alleen bergafwaarts te bereiden en slingert in scherpe bochten langs voortuintjes met hekken en hortensia's. Met een oude tram gaan we naar Fisherman's Wharf, een van de bekendste toeristische attracties. Sinds jaren is de zeeleeuwenkolonie bij de aanlegstijger de grote attractie van Pier 39. Het aquarium of the Bay bevat 2,7 miljoen liter water en door het bassin lopen 2 meer dan 100 meter lange plexiglas tunnels en geven ons zo een beeld van het onderwaterleven. Op Alamo Square bekijken we de beroemde Painted Ladies. De Golden Gate Bridge is niet alleen visueel ontzagwekkend, maar ook een technisch opzet. We zijn overtuigd. De nationale parken in het westen van Amerika en de Westkust zijn schitterend en zeer de moeite waard om te bezoeken. California hustling, moving and we muslin. And we don't fuck with the pigs like a muslin. For the green we rushing, no not Moscow. I'm talking quick fast in a hurry right now. Can't be a victim, can't fall short. I just wanna be a baller with my own ball court. California hustling.